En ik hou halt bij een titel die me intrigeert. De wereld redden. Pleidooi voor het herdefiniëren van het begrip realiteit. Ondertekend Matthäus Genard. Mat? Matthäus is mijn broer. Was. Was, ja. Minstens 3 keer per dag speelgoed staan opruimen, eten maken dat na een paar happen tegen de grond wordt gesmeten en wij maar borstelen en wij maar vegen. Ja, de eerste 10, 20 jaar doen we ons uiterste best om hen het gevoel te geven dat het om hen draait. En dan moeten ze maar leren begrijpen dat dat niet zo is. Dat is het leven. Dat is het leven van al die 7, of hoeveel zijn het er ondertussen? 8 miljard mensen. Het draait uiteindelijk om niemand. Hè? Dus what's the point? Waarom moet ik mijn beste jaren steken in een kind waarvan ik niet eens weet of het wel van mij is?